eerste keer de beursvloer Waddinxveen. Het is een lokaal netwerkevenement waarbij vraag en aanbod gekoppeld worden. En dan vraag en aanbod van bedrijven, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties. Die koppelen met elkaar wat de een te bieden heeft, wil de ander heel graag hebben. Dit alles gaat met gesloten beurzen. Onder leiding van de matchmakers die hier zorgen dat alles in goede harmonie verloopt, dat mensen elkaar kunnen vinden. Op het moment dat er een match is, wordt er een matchformulier ingevuld met elkaar. Zodra dat ingevuld is, zal het ondertekend worden door de notaris. Die kijkt of alles helemaal klopt. En dan is er een match en dan kan er weer doorgegaan worden naar de volgende match. U bent matchmaker en net zagen we u praten met twee mensen. Hoe ging dat? Is er iets uitgekomen? Ja, er is wel iets uitgekomen. Ik heb al verschillende mensen aan elkaar gekoppeld. Zijn echt, wat me opvalt is dat veel mensen echt op zoek zijn, heel gericht naar iemand of naar een bedrijf of een organisatie. En ook wel echt een hele gerichte vraag hebben. En ik probeer ze aan elkaar te koppelen en dan met elkaar echt in gesprek te brengen. Dus mensen gaan hier wel tevreden weg, schat? Ik heb het idee van wel, want tot nu toe zie ik alleen maar blije gezichten. Dus, heeft u misschien een paar voorbeelden van matches? Nou, ik had net de mensen van de bibliotheek en die zochten iemand van een administratiekantoor. Die zijn met elkaar in gesprek nu, dus de uitslag laat nog even op zich wachten. Dus tot nu toe ben ik vooral bezig om de mensen bij elkaar te brengen en dan gaan de gesprekken op gang komen. Dus, en daarna gaan ze hopelijk naar de tafel van de notaris om het formulier in te vullen. En dan hebben we een deal. Waarom neemt u deel aan deze beurs? Omdat wij met de academie voor het Coenecoop College goede projecten willen met inhoud voor verbreding en verdieping van de leerlingen. En dat ze goede keuzes kunnen maken die hun helpen in de toekomst. Voor de HAVO-VWO leerlingen is dit met name. Dus we zoeken goede partners die excellente projecten kunnen maken voor ons. Daar ben ik naar op zoek. Wat was dit voor match net? Een match tussen Complex en Stichting De Hefbrug. Om zaken met elkaar uit te wisselen. De ene vraagt sponsoring van het huisje aan De Hefbrug. En de stichting die wil dan Complex gaan promoten. Volgens mij heeft het zichzelf in 5 minuten bewezen dat het volgend jaar weer moet.